zijn op Sportpark Corpus den Hoorn, het jeugdcomplex van FC Groningen, waar de eerste selectie van de FC zich voorbereidt op de wedstrijd van komende zondag tegen PSV. Een van de opvallendste namen op het trainingsveld is Jarzinho Antonia. De snelle aanvaller raakte begin februari tegen Heracles geblesseerd en traint voor het eerst sinds dat duel weer voluit mee met de groep. Ja, gaat steeds beter. Ik maak elke dag voor mij doen wel stappen. Vooral in krachttraining en zo om enkel te stabiliseren. Ja, dat was de eerste keer weer volledig met de groep en ja, geen waarde. Ja, zou je kunnen spelen zondag tegen PSV? Ik moet uitgaan van het positieve, dus ik zal maar ja zeggen. Ik denk dat als ik volledig meetrain, dat ik sowieso wel bij de selectie kan zitten. En dan van daaruit kijken wat ik kan brengen. Mits fit zou Antonia wel eens de sleutel tot succes tegen PSV kunnen zijn. PSV zal ongetwijfeld thuis FC Groningen onder druk willen zetten en willen aanvallen. Dat lijkt bij uitstek een wedstrijd voor Antonia. Want dan kan hij in de omschakeling gebruik maken van zijn snelheid. Ja, ik denk dat tegen Dordrecht ook al wel zo'n wedstrijd voor mij was. Omdat hun vrijwel de hele wedstrijd 1-op-1 gingen spelen. Lag er veel ruimte achter de verdediging. En ja, PSV gaat thuis denk ik toch wel willen laten zien dat ze echt een kampioenskandidaat zijn. Ja. Dat ze echt voor de titel willen gaan en dat ze ook zo moeten gaan spelen. Ja, en dan komt er vooral met Willems, die heel veel vooruit speelt. In de omschakeling denk ik veel ruimte vrij aan de rechterkant. En dat is met mijn snelheid is dat wel goed te belopen. Bijna een jaar geleden wist FC Groningen voor het eerst in de historie van de club in Eindhoven te winnen. Toen werd het 3-2. Het was op het moment dat FC Groningen een mindere periode omdraaide en later zelfs de play-offs zou gaan winnen. Waarom zou zoiets dit seizoen niet opnieuw kunnen? Waarom maken jullie een kans tegen PSV? Omdat wij hun hier op 1-1 hebben gehouden. Gezien het wedstrijdbeeld toen was dat misschien niet heel verdiend. Maar PSV, elke club is denk ik een topploeg. En als je ziet ook, dan ga ik weer terug naar de arena, hoe wij Ajax van de mat spelen de tweede helft. Denk ik dat we PSV misschien wel hetzelfde kunnen opbrengen. Ja. Je ziet dat een aantal belangrijke spelers bij hun niet echt in goede doen zijn. Dus als wij op bepaalde punten gewoon wat scherper en wat agressiever gaan spelen, denk ik dat we tegen elke ploeg in de Eredivisie een kans maken.